Don Panchito, de winkel voor versgebrande noten, Hollandse kaas en delicatessen, is adverteerder geworden bij Benidorm Nieuws. Ik ben Mark van Don Panchito. Wij hebben de winkel ondertussen 13 jaar, vanaf 2010, samen met mijn vrouw. En we zitten op deze locatie de laatste 5 jaar, waar we echt een Nederlandse delicatessenwinkel hebben. Nou, hier hebben we de vitrine met de buitenlandse kaas en de kruidenkazen, olijven, filet-american, vleeswaarders. En dan hebben we op de achterwand ruim 80 Hollandse kazen liggen. Dus de rauwe noten, het brood en dan hebben we hier alle gebrande noten, bonbonnetjes. Chocola en we maken alles vers, dus beter kan niet, denk ik, dan altijd maar weer. Vers gebakken, vers gesneden. Dus, en een aantal vleeswaren maken we ook zelf en salades. Ja, we maken hier altijd ook gewoon een beetje bakken koffie. Dat is, lekker met melk, even opschuimen. Lekker warm saïsbroodje bij, hebben we altijd liggen. En dan kunnen we heerlijk genieten. Nou, hier hebben we een mooie belegen kaas. Even lekker proeven natuurlijk. Lekker. Dit is er altijd, kaas. Maar dit is de graskaas. Dat is de koeien net weer buiten komen. En dan de eerste melk van de koeien die buiten gelopen hebben. Daar wordt weer de kaas van gemaakt. En dan krijg je een graskaas. En dat heeft een mooie smaak, omdat er weer verse gras, omdat er verse melk van gemaakt wordt. Don Panchito. Je kunt er dus naast lekkere kaas en noten ook terecht voor brood, delicatessen en goede koffie. In december kun je natuurlijk weer terecht voor de lekkerste oliebollen. Al jaren een begrip aan de Costa Blanca. Ja, het is voor de mensen makkelijk uit Benidorm vandaan om met bus 10. Die stopt hier in de Hoofdstraat. En degene die met de auto komen, hebben een heel groot parkeerplaats hier voor ons liggen, waar ruimte genoeg is om te parkeren. Volg je ons al op Facebook? Ga naar facebook.com/Benidorm Nieuws en volg het nieuws over Benidorm.